Calvinazzi, gefeliciteerd met deze sprankelende overwinning. Ja, hartstikke bedankt. 3-0, uitstekend. En twee keer achter elkaar al de nul gehouden. Ja, zeker weten. Dat is voor een keeper altijd lekker natuurlijk. En eerste wedstrijd Den Bosch, niet heel veel te doen gehad, nu al wat meer. Dus dat is lekker als een keeper, voor een keeper. Maar vandaag toch een paar voortreffelijke reddingen, moet ik zeggen. Ja, ik had er voornamelijk in de tweede helft had ik er twee. Ik denk dat die op zich wel, het waren wel twee belangrijke. Voor de rest probeer ik gewoon scherp te blijven en achter de verdediging actief te zijn. Ik moet zeggen dat het af en toe wel lastig was, want ik zat af en toe wel te genieten van het spel. Dat was echt bij Vlaag heel goed. Dus het is wel belangrijk om als keeper ook wel scherp te blijven. Hoe voelt u overstap naar Roda JC? Ja, eerste twee dagen was even wennen. Ik kwam ook in een hotel terecht. Ik zit nu in een huisje, dus dat is een stukken beter. Dus dat gaat de goede kant op. En aanstaande vrijdag verwacht je oude club Jong Utrecht? Ja, dat is een speciaal potje voor mij natuurlijk. Omdat ik ook twee weken terug nog daar op het veld stond. Dus dat is alleen maar mooi om die oude gezicht ook weer te zien. Dus ik kijk daaruit. Kijk je ook een beetje uit naar, omdat de concurrentie vandaag weer punten verspeelt. Jullie maken weer een gat naar de tweede plaats. Hoe voelt dat? Ja, voelt uitstekend. Het is natuurlijk, we strijden om promotie. En als dan de concurrent punten laat liggen, dat is voor ons alleen maar positief natuurlijk. Had je dat verwacht toen je hierheen kwam? Nou ja, ik hoorde dus afgelopen week maandag dat er interesse was. Toen heb ik eigenlijk direct doorgeschakeld, mensen gebeld. Ik denk dat vrijdag was alles eigenlijk rond. En toen kon ik mijn spullen pakken en toen stond ik hier op het veld de volgende week. Dus eigenlijk is alles best snel verlopen en goed. Dus.